Nice. Rucola zit rode tomaatjes. Cajun sauce. Kijk jongens. Het ziet er echt heel lekker uit. Burger King, jullie spannende kroon. Burger King. Terecht, jullie zijn Burger Kings. King gewoon op dit gebied. Allebei zo super lekker. En ze krijgen serieus van mij allebei. Goeiedag, mag ik stellen? Hey, goeiedag. Hebben jullie ook die op de website nieuw is? Die Cajun veggie. Ja, die nieuwe broodje. Ja, dan wil ik die chicken veggie. Ja? En die, hoe heet die andere eigenlijk? Je hebt er twee als het goed is. Die van chicken of van die andere? Ja, ik wil ze alle twee, dus twee versies. Dus die chicken en zeg maar... Wilt u alle twee? Die veggie. Je hebt die veggie, Cajun, normale zeg maar, en chicken. Ik wil ze alle twee. Ja, dus alleen maar broodjes. Alleen een broodje inderdaad. Ja. Dat was het? Dat was hem. Mag door in de eerste restje. Dankjewel. Kijk hem chillen dan. Kijk hem dan. Oh. Oh, even lekker ruiken. Je zult even. Ik kom gewoon niet op de naam, jongens. De. Wat is het? Veggie. Zo laag. Ja, beter. De. Blablabla. Veggie King Cajun. En de Veggie Chicken Cajun Burgers. Ik ben echt zo benieuwd. Ik ga eerst voor de... Ik denk namelijk... Oh, wacht. Vergeet even mijn limlap. Altijd handig. Ja. Ik ga eerst voor de Veggie King Cajun. En dan ga ik straks... Ga ik voor de... Ga ik straks voor de chicken versie. Misschien wel leuk als ze eerst even alle twee laten zien. Kijk dan. Wauw. Rucola zit rode tomaatjes. Cajun sauce. Kijk jongens. Het ziet er echt heel lekker uit. Nou is dan de belangrijke vraag. Is het lekker? Ik denk het wel namelijk. Want Cajun sauce heb ik al eerder een paar video's geleden in... België had ik de Louisiana burger bij de Burger King. En dat met Cajun sauce. Dat was lekker. Echt niet normaal. Ik ben heel benieuwd. Oh mijn god. Wauw. Nu man. Die rucola erop, jongen. Dat doet het me echt. En die Cajun sauce. Wauw. Het is niet pittig. En dat vond ik ook bij die Louisiana burger. Maar wel onwijs lekker. Kijk dan, is er een plaatje met dat tomaatje erop. Gewoon veggie. Het is gewoon vegetarisch, jongens. En het is niet normaal lekker. Ik ga voor de chicken. Wat? The fuck? Wauw. What the fuck? Oké. Okay. Ik ben echt serieus nog even ondersteboven van. Wauw. Dit is echt niet normaal. Ik hoop echt dat ze deze erin laten. Die moet wel fan zijn van kaas en rucola. En Cajun sauce. Laat u eerlijk wezen. Maar dit is wel voor mij de gouden combi gewoon. En het is veggie. Het is niet normaal. Mmm.
Wow! I kid you not gewoon. Het is niet normaal. Ik had gedacht, die chicken versie, ze was wel saai zijn. Maar die saus in die rucola, jongen. Echt, het is echt, wauw. Wat gebeurt er nou? Zo'n beest wat op de foto. Waar zit op mijn dak? Er zit een meeuw op mijn dak. Even kijken. Ja, hier, vliegtuig. Oh, gosje. Oh. Dat is het gewoon. Hij zat op mijn dak. Ik hoorde echt bom, bom, bom. What the fuck. Echt een grappig dat beest. Mel, die zit hier. Kijk hem dan. Hij zat net gewoon op mijn dak. Jij. Oeh. Ik ben wel heel mooi. Huh? En je gaat weg. Doei. Arme beest. Arme zeemeel. Vraag me af of dit zou lusten. Het is namelijk veggie. Er is geen dier aan te pas gekomen. Behalve dan voor de kaas die erop zit. En ik ben niet zeker of 100% die saus ook 100% vegan is. Oh man. Ze zijn gewoon allebei zo super lekker. En ze krijgen serieus van mij allebei een 9,5. Ik vind ze echt niet normaal lekker. Wauw. Echt Burger King. Chapeau. Burger King is momenteel in Nederland in de afgelopen paar maanden toch echt wel koploper op het gebied van innoviteit, nieuwigheden met nieuwe burgers. Echt waar. Tot nu toe gaat ook mijn nieuwe video gaat over Burger King. En dan zou je iedere keer weer nieuwe dingen hebben. Waar komt McDonald's mee? Quarter Pounder, nu ook met bacon. Big Mac, nu ook met bacon. Dat noemen ze dan gelijk nieuw. Maar kom op, McDonald's. Wees eens vernieuwend. Er zijn zoveel burgers die momenteel... Ik weet niet, tijdens de zomermaanden had ik als Burger King misschien gedaan. Weet je wat? Iedereen is op vakantie voor de mensen die achterblijven in Nederland. We doen zeg maar iedere week een andere burger. Bijvoorbeeld, in Nederland hebben we de McCroket. Oké, toch? Duidelijk. Waarom doe je dan niet zeg maar van het ene land in Europa... wat zij op dat moment op de kaart als standaard hebben, wat voor ons wereldvreemd is. Weet je wel, een McTosti uit Frankrijk, weet ik veel, croque monsieur. Ieder land heeft zijn eigen dingetje. Dat is een feit. Doe dat dan gewoon elke week, gewoon de hele zomer, gewoon een andere burger. Of elke twee weken, van mijn part. Of doe er drie, weet je wel, de hele zomer lang, die er standaard te verkrijgen zijn. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Of ben ik nou, als Burger King kan, waarom kan McDonald's het dan niet? Just say. En KFC? Oh, laat ik daar niet eens over beginnen. Het is lekker hoor, begrijp me niet verkeerd. KFC. Ik kan het altijd wel eten. Maar wees dus ook in een verkeer innovatief. Kom eens met wat nieuws. Het is altijd hetzelfde. De aanbiedingen zijn anders. Dat wel. Dan weer een mixed bucket voor een leuk bedrag. Weet je wel. En er zijn hele goede deals hoor, daar niet van. Maar kom ook eens meer wat nieuws. Jullie hadden echt heel wat jaren geleden de Cheesa. Dat vond ik echt zo baanbrekend. Dat was een pizza gemaakt. Niet de deeg, maar de deeg was gemaakt van kip. Ik bedoel, hallo, wauw. Kom nu bijvoorbeeld met iets nieuws, zoals een taco of zo. Oké, nu klink ik wel erg negatief misschien. Maar ik bedoel maar, ik zit altijd vol met ideeën. En ik, waarom kan dat niet? En Burger King, jullie spannen de kroon. Burger King. Jullie spannen echt de kroon. En terecht, jullie zijn Burger Kings. King gewoon op dit gebied. Echt. 9,5. Echt waar. Goddelijk. Echt. Chapeau. Burger King. I love it. Bedankt voor het kijken. Ben je trouwens nog niet geabonneerd? Vergeet dat niet. Je kan je gratis abonneren. Like, deel, let everybody freaking know. En bedankt voor het kijken weer. Doei!